Dat was een... dat was een influenza. En zo zeiden ze dat, influenza. Zo zeiden ze. Influenza. 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 Kent ze wel, influenza's. 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 Kent ze wel, influenza's. Influenza's. Foto, 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 duckface. Influenza's. Influenza's. Foto van mijn eten, foto van mijn kamerplant, foto van mijn herpes. Allemaal online voor hashtags en likes. Influenza's. Influenza's. Ik ben zo boos en zo verdrietig tegelijkertijd. Heb jij ook al botox? Influenza. Ik had laatst nog eens een date met een influenza. Dat was verschrikkelijk. Hoi, ik ben Vanessa. Wat ik wil, dat is een glansrijke carrière met flexibele uren. Ja. En als er een mogelijkheid is om een burn-out te krijgen, dan wil ik dat. Niet omdat een burn-out leuk is, maar ik wil wel de keuze. Hallo, het is mijn eigen leven. Hashtag crazy. Ze zeggen dat het voor ons influenza echt heel moeilijk is om aan de liefde te geraken. Maar daar merk ik helemaal niets van. Nee. Ik weet gewoon heel goed wat ik wil. Namelijk een man, gevoelig en toch onafhankelijk. Zwart haar, blauwe ogen, minstens 1,82 meter, zeer belangrijk, anders kan ik geen hakken dragen. Moet minstens 3 kinderen willen, waarvan 2 jongetjes en 2 meisjes. En dan moet een hondje willen uit het asiel. Hashtag heal the world, true love. Ik hoorde die praten, ik kon daar niet aan doen. Maar mijn piet kroop gewoon terug in mijn lijf. Dat was... Mijn ballen zogen zichzelf terug op tot in mijn maag. Ik moest daarvan kotsen. Projectiel kotsen, per ongeluk in dat gezicht. Oh my god! Oh my god, dat is helemaal geen glutenvrije kots. Er zitten zelfs geen brokjes avocado tussen. De kotsen en diarree tegelijkertijd. Dat je denkt, oh my god, Pieter, het spuit eruit langs al uw gaten. Hoe coördineerde dat? Ik zal het u zeggen. Nee, ik coördineer dat niet. Influenza. Oké. En dan kun je je afvragen, ja, maar waar is het dan misgelopen? Volgens mij is er maar één duidelijke schuldige die we kunnen aanwijzen in heel dit gebeuren. En dat is volgens mij de tumor uit de influenza uit zijn jeugd. Namelijk... Samson en Gert. Een zeer terecht één applausklap. Dank u wel.